Het is de laatste tijd erg warm en droog geweest in de voorstreek. Daardoor laten sommige perenbomen hun vruchten wat te vroeg vallen. Onder de boom liggen tientallen onrijpe peren. Lang zullen ze niet blijven liggen. De das, een van de meest zeldzame zoogdieren in Limburg, profiteert hiervan. Het is nog vroeg in de avond en na wat verbouwingswerken aan zijn burcht verlaat hij de bosrand. Hij zakt af naar het vlakbijgelegen weiland. Al dat lekkers trekt nog meer familieleden aan. Al snel komt een tweede das tevoorschijn uit een burchtuitgang die zich in de oude perenboom bevindt. Wanneer ook een derde en vierde lid van de dassenclan arriveert, is de familie compleet. Allemaal zijn ze even verlekkerd op de pasgevallen vruchten. De voerstreek is bezaaid met oude boomgaarden, velden, bomenrijen en bossen. Dit gevarieerde landschap vormt een echt paradijs voor dassen. Dassen zijn opportunisten. Ze eten naast gevallen fruit alles wat ze tegenkomen. Slakken, kevers, vruchten, eitjes of zelfs een nestje muizen of konijnen wordt zonder problemen naar binnen gespeeld. Uur zijn alle peren opgeruimd en valt hier voor de familie niets meer te beleven. De peren waren alvast een stevig voorgerecht, maar zoals altijd bestaat de hoofdschotel voor dassen uit regenwormen. Hiervoor moeten ze naar de meer open terreinen. Het is dus veiliger te wachten tot het donker is. Een das kan tot enkele honderden regenwormen per nacht naar boven halen. Maar er zijn maar een beperkt aantal wormen per veld. Daarom trekken de dassen er meestal in hun eentje op uit als ze op pierenjacht gaan. In hoog gras is het voor de dassen moeilijk om regenwormen te vinden. Maar pasgemaaide weides of zelfs tuinen zijn ideaal. Met hun neus snuffelen ze net over de grond en wanneer een das een kruipende regenworm ruikt, trekt hij ze voorzichtig met zijn bewegelijke snuit naar boven. Urenlang kan de das geconcentreerd bezig zijn met het zoeken naar wormen. Maar vandaag heeft hij door de gevallen peren zoveel tijd niet nodig.